Vanmorgen staan we in een hele mooie straat. Een straat in de buurt van de Hei in Bussum. En wat heel leuk is van deze straat is dat die heel breed is, maar vooral ook heel groen. Het zijn 50er jaren huizen en vanmorgen gaan we dit huis bekijken. Zullen we samen naar binnen gaan? Kom verder. Voordat we naar binnen gaan wil ik nog heel even laten zien dat je hier heerlijk voor in de zon kan zitten. Je zit hier namelijk pal zuidwest, dus zon hier en nu gauw naar binnen naar dit mooie uitgebouwde woonhuis. Nou, daar zijn we dan. De uitgebouwde woonkamer. Hier hebben we een hele grote zithoek. Alles is overigens geïsoleerd. Het is een fijn huis met dubbel glas. Een open haard, mooie houten vloeren. En naar de achterzijde is het uitgebouwd met openslaande deuren naar de tuin. Het is goed om ook eventjes te laten zien hoe het hier is bij de uitbouw. De mensen hebben dit in 2005 uitgebouwd en hebben dat goed gedaan. Ze hebben een daklicht gemaakt, waardoor je heel veel zon niet alleen hier krijgt, maar ook nog verder in de woonkamer. Ook de keuken is uitgebouwd en ook hier hebben ze weer gebruik gemaakt van een mooi daklicht, waardoor je heel veel licht in de keuken krijgt. En dat werkt natuurlijk heel lekker. Alle apparatuur is aanwezig en wat ik zelf altijd heel fijn vind, is een Boretti gasfornuis. En hier kan je natuurlijk ook weer heerlijke dingen opmaken en vergeet vooral de lekkere appeltaarten niet. We gaan naar buiten. En wat dacht je van 's avonds hier lekker eten? Het gezin wat hier woont heeft 4 kinderen, dus volle plek om hier met z'n allen lekker te zitten. Dan zijn we alweer aan het laatste gedeelte van dit filmpje gekomen. Dit is natuurlijk heerlijk om hier 's avonds te loungen, lekker een borrel te drinken. Maar wat ook goed is om te vertellen is dat dit huis 5 slaapkamers heeft, een aparte douchekamer en een badkamer. Heel veel ruimte in dit huis, dus ik laat het heel graag aan jullie zien. Maak snel een afspraak, dan zien we elkaar misschien wel volgende week. Tot ziens!